niet klopte. Ik vond de situatie niet fijn en ik mocht het tegen niemand vertellen. Als ik dat toch deed, ging mijn hond en mijn moeder dood. Dit is pure fysieke en mentale manipulatie en misbruik. Nelson zegt dat hij dit alleen doet als het niet schadelijk is voor een kind. Het kind moet het ook willen. Ik wist niet of ik iets wel of niet wilde. Ik wist niet of iets normaal was. Een kind kan dan nooit meer, nooit maar dan ook nooit beslissen. Een kind kan het ook niet goed uiten. Hoe kan er in godsnaam in Nederland een partij opgericht worden waar pedo's elkaar kunnen ontmoeten en waar pedo's worden vertegenwoordigd? Mijn hele leven is op de kop gezet. Ik haat nu eigenlijk standaard alle mannen. Toen mijn ouders gingen scheiden, heeft de rechter op papier gezet dat ik niet alleen mocht worden gelaten met mijn opa, de vader van mijn vader. Mijn mama had al ervaringen met hem die niet door de boven konden. Mijn vader heeft me wel alleen gelaten. Hij geloofde mij ook nooit. Ik had geluk dat ik een mama had die een leeuwin was. Ze zag dat ik in mijn slaap paniekaanvallen had en ik om me heen ging slaan en ging schreeuwen. Na een paar keer heb ik het toch ook maar wel gezegd. Ze was er al bang voor, maar wilde het vanuit mijzelf horen. Ze beloofde mij dat ze er alles, maar dan ook echt alles aan ging doen om dit nooit meer te laten gebeuren. Dit heeft ze waargemaakt. Alles heeft ze opgezet. Ik ben tot mijn 12e naar psychologen, rechtszaken, politie, van alles en nog wat geweest. Dit allemaal zodat ik daar niet meer naartoe hoefde. Niemand geloofde me. Mijn beste vriendinnen geloofden me zelfs niet als ik ze in het vertrouwen toch maar zei op 10-jarige leeftijd. Ze zeiden dat ik toch nog films had gezien. Waarom ik altijd wegging in de klas, ik dacht ik moet het toch wel even uitleggen.